Beleiders van de islam vieren vandaag het Eid al-Fitr-feest. Deze nationale religieuze feestdag markeert het einde van de vaste maand Ramadan. Honderden moslims waren vanmorgen op het Onafhankelijkheidsplein bijeen om te bidden en te luisteren naar de Eid-boodschap van de imam. Dit jaar is de boodschap gebracht door imam Sheikh Abdul Aziz Clemens. De organisatie van het Eid-gebed lag in handen van het Eid-comité, een werkarm van de Stichting Islamitische Gemeenten in Suriname, SIS. Secretaris Erwin Abdul Rahman blikt tevreden terug op de afgelopen 30 dagen, waarbij moslims zich dagelijks voor 12 uren hebben onthouden van spijs en drank. Volgens Abdul Rahman is de economische situatie niet van invloed geweest op de vaste maand Ramadan. Nee, vasten is niet moeilijker geweest. Is normaal, is onze beproeving. Al zijn de tijden goed, al zijn de tijden slecht. Het blijft onze beproeving, onze test die we moeten afleggen. Jegens Allah subhanahu wa ta'ala, onze schepper. Dus het was niet moeilijk, maar alleen misschien een bepaalde situatie, economische situatie, maakt dat het bepaalde dingen moeilijker is. Maar voor ons is dat gewoon een beproeving. We moeten gewoon geduldig zijn. En de Almachtige vragen voor hulp. Bescherming natuurlijk ook. Voor de hele gemeenschap doen we dat niet zo. Het vasten, of anders gezegd, de ervaring van honger en dorst, oefent de mens in uithoudingsvermogen, geduld en plichtbesef. Het herinnert hen aan zijn arme broeders en zusters. Want wanneer de vastende persoon het gevoel van honger een tijdje proeft, gedenkt hij degene die zich altijd in deze positie bevinden. En zal hij zich haasten om hen vriendelijk te behandelen en medeleven aan hen te tonen. Het stelt hem in staat om de bevrediging van de elementaire behoeften voor een volle maand op te schorten. Deze opoffering versterkt zijn wil en zelfbeheersing. Stelt hem in staat om zichzelf te ontdoen van de slechte kwaliteiten in zichzelf. Leert hem zelfdiscipline en is een confrontatie met de realiteit van het leven en de dagelijkse noden. Het vergemakkelijkt hem de toepassing ervan, waardoor hij de beslommeringen van het dagelijkse leven gemakkelijker kan doorstaan. Het vasten is dus daarom een overwinning voor de gelovigen. Minister Mike Noor Salim van Binnenlandse Zaken, die president Desi Bouterse vertegenwoordigde, gaf aan dat Ramadan een uitstekend moment van bezinning, verbroedering en medelevendheid is. Iets waaruit nieuwe kracht moet worden geput om verder te gaan. Dit tot tevredenheid en welbehagen van de schepper, zegt hij. Dit zal uiteindelijk moeten bijdragen aan een brede basis voor wederrespect, acceptatie en tolerantie en wel in het belang van de verdere ontwikkeling van ons land. Dit alles moet resulteren in een samenleving die in eenheid en saamhorigheid en alle rust en harmonie kan arbeiden aan de verdere ontwikkeling en vooruitgang van welvaart en welzijn van dit land. Landgenoten, broeders en zusters. We zijn ons ervan bewust dat ons land zich thans in moeilijk economisch vaarwater bevinden en dat de oplossing uit deze precaire situatie te geraken niet alleen afhankelijk zal zijn van menselijke wijsheid of door een willekeurige hoeveelheid geld, maar ook afhankelijk zal zijn van de genade van de Almachtige Schepper. Minister Mike Noor Salim van Binnenlandse Zaken. Hij sprak vanmorgen op het Onafhankelijkheidsplein tijdens het Eid-gebed in verband met Eid al-Fitr. Dit feest markeert het einde van de vaste maand Ramadan.